Het district Ikeri krijgt twee nieuwe elektriciteitsonderstations. Het gaat om een substation, de Clarapolder, en één in de Van Pettenpolder. Het onderstation in de Van Pettenpolder komt te staan aan de Soekram Singhstraat, waar gisteren de eerste steenlegging heeft plaatsgevonden. Het project wordt gefinancierd uit een lening bij de Caribbean Development Bank en de totale kosten bedragen ongeveer 100 miljoen US dollar. Het landelijk woningbouwprogramma fase 1 2022-2025 moet de woningnood in Suriname duurzaam oplossen. De algemene doelstellingen van het programma zijn een adequaat en betaalbaar huis en geschikte leefomgeving voor elk Surinaams gezin en ontwikkeling van de gemeenschap. Afgelopen zaterdag heeft president Santokki het projectbureau en de werkgroep voor het landelijk programma geïnstalleerd. Projectmanager Mark Romy zegt dat gronden bouw- en woonrijp gemaakt zullen worden. De regering zal conform het meerjarenontwikkelingsplan 2000 binnen twee jaar woningen bouwen. President Santokki heeft afgelopen zaterdag iets meer dan 300 grondpapieren overhandigd aan bewoners van Saramaka. Het staatshoofd haalde daarbij aan dat het belangrijk is dat mensen grond krijgen. Grond is nodig voor bewoning, landbouw en productie. Volgens het staatshoofd is het tijd dat een ieder in Saramaka zijn grondpapieren krijgt. Deze gronduitgifte is ook de tweede gronduitgifte in Saramaka voor dit jaar. Santokki benadrukte dat de regering als doel heeft elke Surinamer een stukje grond te geven.